Nou, deze Baarnse ondernemers gaan een heerlijke box voor jullie samenstellen. Maar ja, wat zit er allemaal in? Mitra Baren doet deze mooie fles bubbels voor u erin. Banketchocolaterie Hendriksen trakteert op luxe zoutenkoekjes. De smaak van echt heeft Kalamata-olijfjes, biologische, in een bakje gedaan voor in de Valentijnbox. Dus ga er maar lekker van genieten samen, heel romantisch. De meiden van de Gooise Bloemenderij bieden u deze roos aan tijdens Valentijn. Sebon doet een chocoladehart in de Valentijnbox. Wij geloven in de liefde. En in de Valentijnsbox hoort natuurlijk een broodje van Bakker Kuiper. Slagerij van Moorslaar doet een lekker bakje hamkerry in de box. Alexander Hoeven-Barend trakteert u op een heerlijke cannoli. En deze zijn echt super lekker. Jumbo de Blanke ondersteunt het Valentijnsinitiatief van harte. Binnenhuis Scheltinga support van harte het Valentijnspakket. Ja, in deze Barendse Valentijn giftbox zitten 6 heerlijke gerechtjes van deze Barendse collega's. Restaurant Emelus serveert een heerlijke Vitello Tonato. Uniek serveert een gezellige pokeball. De Wintertuin serveert een zandtartaartje met wakkermee. Restaurant Klaar van Huis serveert voor u een mooi stukje eendenborst. Eethuiscafé De Generaal serveert voor u uitgebreide sperribs, oosters gemarineerd met huisgemaakte kimchi en huisgemaakte sambal. Min 7 IJs maakt voor u een heerlijk Valentijnsdessert, maar wel samen delen.